werkbank geschuurd. Nieuw printje erop, is net in beeld. En deze. Ik ga hier een extra condensator in zetten en als het lukt een beetje de bekabeling wegwerken, want die is bijvoorbeeld bij deze heel duidelijk te zien en hier nog een. En extra condensator zou het geknippen van de verlichting op lage snelheid tegen moeten gaan. Daar zit er een in, wat als je hem op de rails zet, de stroom ervan afhaalt, dan zie je hem nog een tijdje nagloeien, zo gezegd. Kijk, zo. Even stroom. Dit wiel. Dat wiel. Kijk. Hij gloeit nog wel een tijdje na, maar ik wil hem een beetje meer tijd geven. En ik heb nog voldoende condensatoren, denk ik. Hoop ik. Ik ben benieuwd wat voor een erin zit. Aangezien het goed zou kunnen dat er hier een eentje van een hele lage capaciteit in zit. En ik heb aardig wat hogere capaciteit liggen. Nou, de dining car. Die heb ik inderdaad voor mijn neus. Openmaken is deze eraf. Dat kan ik. En daarna het dak optillen. Daar voel ik me iets minder comfortabel bij. Kijk. Zo. Nou, wat is hier aan de hand? Wat is hier gedaan met de kabels? Want er loopt er eentje van het wielstel hier naar de printplaat. Er loopt er een heleboel van de printplaat overal naartoe. Het is toch interessant. Plus en min van de printplaat, dat is logisch. Maar er zit hier ook een gelijkrichter op. En daar lopen ook kabels naartoe. En ik zou verwachten dat alle kabels naar de gelijkrichter lopen. En daarna klaar. Dus misschien gaan deze naar de condensator toe die hier weggewerkt zit. Dat zou het wel verklaren. Er zit daar wel iets. En ik zou even kijken of ik deze iets verder kan demonteren. Goed zo, er zaten wat dingen klem. En na die opgelost te hebben, kan ik zeggen vanuit de wielen komen deze draden gaan door een gelijkrichter. En op deze plus en min is iets gesoldeerd wat hier onder in klem zit. En dat lijkt mij een condensator. En ik weet alleen niet hoe ze die erin gekregen hebben. Ik vermoed dat daarvoor de onderkant losgehaald is. Wat ook zou moeten kunnen bij deze. En dan is hier inderdaad bestaande condensator. 25 volt, 74 zou dat de 74 zou dat de capaciteit zijn. Ik ga hem even meten. Ik haal hem los, meet hem even. Als ik het kan, heb ik hier mijn goede meter liggen. Ik ga even kijken wat ik hiervan kan uitvinden. Deze is dus 470 micro, was het geloof ik, microfarad. Ik heb er hier een, deze is 10 keer zo sterk, maar deze wegwerken, daar heb je een goederentrein voor nodig.
Dus ik ben even aan het kijken wat ik nog meer heb liggen. Maar om het effect te demonstreren. Nu zit er dus geen demping op. Dus ik nu hier 1 opzet. En hier. Elke kleine onderbreking in de stroom zie je meteen een heel fel geflits. Dat is verschrikkelijk. Dus daarom dat deze zo handig zijn. Nou is even de vraag, waar zijn mijn kleinere gebleven? Die hopelijk iets meer capaciteit hebben. Fantastische voorbereiding. Die zijn op. Dan is er nog een plan B. Ik vind namelijk ook dat de verlichting erg fel is. En door de verlichting wat minder hoog te zetten, gaat een condensator ook wat langer mee, want er wordt minder stroom gebruikt. En dan kan ik dadelijk nog steeds proberen de hele zo draadboel goed weg te werken. Er zit hier een klein draaidingetje op. Een potmetertje. Zo. Eens kijken wat dat doet. Misschien is hij nu feller. Hopelijk is hij wat minder fel. Dat heeft dus ook als effect dat ze veel langer nagloeien ten opzichte van. Als ik hem helemaal open zou draaien. Als ik hem helemaal open zou kunnen draaien. Dit is maximaal. En ik vind dit eigenlijk fel genoeg. En ik hoop dat dat net het verschil kan maken. Ik ga deze in ieder geval terugplaatsen. Ik ga wat draden inkorten of in ieder geval vastzetten. Zodat ze minder zichtbaar zullen zijn. Want strikt genomen, ze zitten op goede plekken. Dus het zou onmogelijk moeten zijn om ze helemaal uit beeld te krijgen. Dat worden denk ik stukjes tape en een beetje lijm. En daarna heb ik er nog 2. De draden heb ik ingekort, maar ik heb dus ook de aansluiting veranderd van hier na de eerste weerstand tot direct voor de of direct na de gelijkrichter. En ik heb het idee dat dat ook zorgt voor dat de capaciteit in de condensator beter benut wordt. En dus dat die nu ook geleidelijker uitgaat. Maar dat kan ook gewoon wensdenken zijn. Sluit niks uit hier. En het kan natuurlijk het effect zijn van de aanpassing door minder fel te maken. Wat betreft draden door het inkorten en het anders plaatsen van de draad, gaat deze niet meer voorlangs een raam, maar komt hier eigenlijk naar boven binnen de cabine. Dus ik ga de draad hier vastzetten op dit gelige plastic. In de hoop dat de minder draad zichtbaar gaat worden. Ja, misschien is dat trouwens niet eens nodig. Ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik hem nu al dicht doe.
hem nog dicht krijg. Ik wil vooral niet te veel druk erop zetten zodat er iets afbreekt. Kom. Zo, ja, de enige draad die zichtbaar is natuurlijk van de condensatoren, want die lopen daar. Dan moet ik ze echt tegen de behuizing gaan plakken. En de andere is deze die hier uit het wielstel komt. Ja, daar kijk je nu eenmaal in. Maar het zijn wel veel mindere draden. Dat vind ik al een mooi voordeel. Om die draden echt helemaal weg te werken, zal ik ze hier langs de behuizing moeten laten lopen. Eens even kijken of dat nog zin heeft. Geen kabeltje. Geen kabeltje. Hier zitten nog de kabeltjes van de condensator. Maar verder geen kabeltje. Hij moet nog een keer gewassen worden. Dan is deze klaar. Op naar de volgende twee, waarbij ik hetzelfde ga doen. De condensatoraansluiting verplaatsen, draden inkorten, leds iets minder fel maken. En ze proberen weg te werken. De laatste wagon zit wat interessanter in elkaar. Hier heeft iemand de condensator helemaal op het einde geplaatst. Waardoor dat je geen last hebt van de kabels. Kabels zijn hartstikke mooi weggewerkt aan de onderkant van de stoelen. Maar zo, deze bij erbij. Is zo goed te zien, ja. Waar de condensator zit, is de spanning 5 volt. En maar net na de. Kom hier, net na de gelijkrichter is die 18 volt. Aangezien het een 25 volt condensator is, kan die dus daar op die plek rechtstreeks aangesloten worden. Waarmee het vermogen eigenlijk niet meer door de weerstanden, eerst door de weerstanden heen moet en dan naar de lampen, maar in de condensator opgeslagen blijft als 15, 17 volt en daarna door de weerstanden gaat. Mijn theorie, en ik heb geen elektronica gestudeerd, is dus dat die 470 microfarad nu op 5 volt zit en daarna op 18 volt, waarmee er dus meer energie in dat ding opgeslagen blijft. Dus ik ga kijken of ik hem kan verplaatsen naar de andere kant en hem daar net na de gelijkrichter kan plaatsen, zodat ook deze weer wat langer blijft gloeien. En dit is dus het effect van het verplaatsen. Ik zal kijken of ik ze naast elkaar kan monteren, zodat je ook ziet dat ze duidelijk langer nagloeien. Nu is de hoop dat alles nog dicht kan. Want ik heb hier natuurlijk wat extra ruimte in gebruik. En deze bekabeling zit behoorlijk strak. Het heeft de voorganger die dit gemaakt heeft erg goed gedaan. Ik denk dat het wel lukt.
Dat is alleen de vraag, ga ik die andere twee ook nog aanpassen, dat ik de condensator naar boven verplaats. Want dat scheelt toch wel weer in de bekabeling. Mooi. Ik zie ze in ieder geval niet meer zitten hier, de bekabeling, de kabels, dus dit was de laatste. Wel even schoonmaken.